Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, officiële in gebruikname leslokalen Praktijkcentrum Leliedorp. Uit Baggeren, Vaargeul, Suriname Rivier gaat in oktober 2022 van start. Minister Mathura benadrukt meerwaarde bezoek Sri Sri Ravi Shankar. Op Praktijkcentrum Leliedorp zijn twee praktijklokalen bijgebouwd die bestemd zijn voor de richtingen bouwkunde en werktuigbouwkunde. Verder zijn drie lokalen gerenoveerd voor de praktijkvakken elektrische montage, elektrische meting en lassen. De officiële ingebruikname vond plaats op dinsdag 12 juli 2022. Zoals de minister het heeft aangegeven in de speech, zijn ze al 5 jaar bezig aan de weg te timmeren om het zover te krijgen dat we vandaag de lokalen kunnen openen. Dit moet zijn de 4e locatie waar we dus nu zijn, want we zijn eerder gestart met de aftrap hebben we gedaan op Kommerwijnen, meer zorg. Nadien zijn we geweest naar Nikeri en we hebben Saramaka gedaan en vandaag zijn we dus hier zo te Leliedorp. Dus het loopt goed. Het stemt ook goed om dus deze lokalen alvast in gebruik te laten nemen. Wanneer we bezig zijn met het vernieuwen van het onderwijs, dan vraagt iedereen zich af, wat doen ze daar op het ministerie van Onderwijs? Elke keer, ja, ze vernieuwen. Dit past er gewoon in. We gaan naar de districten en we ontwikkelen de districten. Omdat elk district haar eigen ontwikkeling gaat moeten dragen. En als je hier rijdt aan de pad van Wanica en je kijkt naar al die bedrijvigheid en je rijdt door voorbij Sanderij en je weet dat die bedrijvigheid er is, dan heb je ervoor te zorgen als onderwijs dat er mensen worden afgeleverd die die bedrijven kunnen bedienen, maar die ook hun eigen bedrijf kunnen opzetten. Maar ik voel me niet alleen trots als Leliedorper, maar als CARICOM heeft Suriname ook bepaalde beleidsgebieden onder haar hoede. En dat is jeugd, jongerenbeleid. En daar moeten we investeren. En ik kan u aangeven dat we binnenkort een jongerensummit hebben in oktober. Grote jongerensummit, net als die CARICOM-vergadering. Wie hier gaat hebben, gaan die jongeren nu van CARICOM hier komen. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. Ik ben nog steeds laatste. Dus er was geen school. Alle broers en zusters moesten naar Paramaribo. In een internaat, Rajpur. En toen ik naar de lagere school moest gaan, was er een lagere school op Leliedorp. Ben ik daar gegaan. Staat daar aan de overkant. Er was geen Milo school. Dus toen ik naar Milo moest gaan, had ik me ingeschreven bij Hendrik school. Maar toen was er een Milo-school hier op Leliedorp. Ben ik hier op Milo-school gegaan, nu heet het Johannes Vrolijk School. Dus Leliedorp mag gebruik van die mogelijkheden die er zijn. En Stuka, studeer. Investeer in jezelf. En je gaat zien hoe je allemaal nieuwe kansen gaat krijgen en vooruit kan komen. Gefeliciteerd, God bless you all, thank you. Het ministerie van Openbare Werken heeft zich enorm ingezet om het uitbaggeren van de Vaargeul in de Suriname Rivier te realiseren. In 2021 startte het baggeren door de Boer Boskalis Joint Venture tot een diepte van 4,5 meter, die in januari 2022 is bereikt. Middels een nieuwe aanbesteding is er in oktober 2022 gepland te starten met het uitbaggeren tot een diepte van 5,5 meter. Vanwege milieueisen mag tot september niet worden gebaggerd. Het ministerie van Openbare Werken laat verder optekenen dat het baggerbedrijf momenteel bezig is met het onderhoudsbaggeren.
Dit duurt tot oktober 2022 en kost bijkans 370.000 Amerikaanse dollars per maand, hetgeen neerkomt op 4,5 miljoen US dollar per jaar. De Fargeul is over een lengte van 68 kilometer uitgebaggerd tot een diepte van 4,5 meter. Het uitbaggeren tot 5,5 meter start in oktober en duurt ongeveer 10 maanden. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 35 miljoen US dollar en wordt gefinancierd door het consortium van banken in Suriname en het ministerie van Openbare Werken. Spiritueel leider Sri Sri Ravi Shankar, grondlegger van de Art of Living Foundation, komt op uitnodiging van president Chandrika Prasad Santokhi naar Suriname. Minister Krishna Kumari Mathura is voorzitter van de werkgroep die de komst van de yogaguru voorbereidt. Zij laat in gesprek met de communicatiedienst Suriname haar licht schijnen op de voorbereidingen als ook de meerwaarde van dit bezoek. Inderdaad, een unicum voor Suriname dat de leider van Art of Living, de grondlegger van Art of Living, de grootste NGO ter wereld, het voornemen heeft om een bezoek te leggen en is dan uitgenodigd door de president om inderdaad dit bezoek af te leggen. De meerwaarde van het bezoek moet gezien worden tegen de achtergrond van deze leider. Het is een wereldleider van formaat. Het is niet alleen een spirituele leider, het is ook een humanitaire leider. Hij komt op voor grondrechten van mensen en hij is ook een vredesambassadeur. Hij probeert ook overal conflicten te beslechten. En hij promoot vrede en hij is een campagne begonnen, I Stand for Peace. En die boodschap wil hij eigenlijk brengen. En wij moeten ons als land, hebben we ons opengesteld dat hij die boodschap ook brengt. Want wij hebben ook die peace nodig en we willen ook bijdragen aan die internationale vrede die op dit moment heel hard nodig is. U weet dat er conflicten zijn in de wereld. Er is een oorlog gaande tussen Rusland en Oekraïne. Er zijn zoveel mensen die ontheemd zijn en slachtoffers zijn. En eigenlijk iedereen voelt het, de effecten van die oorlog. En daarom is die timing heel perfect. Ook in Suriname merken we dat we in een hele stressvolle situatie zijn. Een hele moeilijke overgang om naar een stabiele economie te gaan. Dus heel veel mensen hebben problemen ermee. Ook de effecten van klimaatverandering, waar je ziet dat gebieden onderlopen, mensen uit hun huizen weg moeten. Ontzettend veel stress, ook nog in moeilijke tijden. Dus ik denk dat het een heel perfect moment is dat hij komt om te zeggen van luister, vrede is heel belangrijk en hoe we dat kunnen bereiken. En waarom ik dit ook zeg is omdat hij een visie heeft, een geweldloze samenleving en een stressvrije samenleving. En wat hij probeert te doen is, hij heeft technieken ontwikkeld, ademhalingstechnieken ontwikkeld, cursussen ontwikkeld, waardoor mensen eigenlijk door die ademhalingsoefeningen stress kwijt kunnen dealen met hun stress. En hij heeft de visie van, als die vrede in jou is, als jij ontspannen bent, geen slachtoffer wordt van stress, dan ben je gelukkig en dat straal je ook uit. En dat leidt ook tot een veel gezonder leven. En dat promoot hij en dat brengt hij eigenlijk wereldwijd in meer dan 160 landen heeft hij dat gepromoot eigenlijk. De voorbereidingen lopen heel goed, wordt heel enthousiast ontvangen. Heel veel mensen willen hem zien, willen hem ontmoeten. Ik krijg elke dag apps, belletjes van mensen. Dus de voorbereidingen lopen goed. Hij komt in de nacht van woensdag aan. En dan is het middernacht, dus daar gaat er niet veel gebeuren. Maar donderdag heeft hij een volle programma. En vrijdagmorgen rond 12 uur vertrekt hij weer. Dit was Focus voor vandaag. Bedankt voor het willen kijken. Een fijne kijkplezier verder.